Als willen hebben zou worden, zou deze wereld er over 30 jaar ontzettend anders uitzien. Als willen hebben zou worden, zou deze wereld over 30 jaar vrede hebben. Als ik wakker zou worden, zou mijn wekkerradio mij niet het nieuws vertellen van de opnieuw gevallen honderden onschuldige slachtoffers. Als ik naar school zou fietsen, zou ik niet langs een vluchtelingencentrum fietsen. Vol mensen die gevlucht zijn uit hun huizen. Huizen die niet langer hun thuis waren. Als willen hebben zou worden, zou deze wereld over 30 jaar vrijheid hebben. Mijn lessen maatschappijleer zouden dan niet gaan over alle dictaturen en corruptie in deze wereld. Als willen hebben zou worden, zou deze wereld vrijheid hebben. Bij aardrijkskunde zullen we niets horen over de wereldtriade, die vrijwel alle handel in handen heeft. Of over ontwikkelingslanden, want elk land zal even ontwikkeld zijn. We zouden dan dezelfde kansen hebben, dezelfde mogelijkheden hebben en op een eerlijkere wereld leven. Het enige vak waarbij we dan zouden horen over al het onrecht is geschiedenis. Maar over 30 jaar is willen nog steeds niet genoeg om te hebben. Om over 30 jaar in de buurt te komen van wat wij nu al willen, zullen we alles op alles moeten zetten. We zullen moeten investeren in onze doelen. Met het besef dat wat wij investeren minder waard is dan wat wij hiervoor zullen terugkrijgen. We zullen stuk voor stuk een stuk minder egoïstisch moeten zijn, maar aan de wereld moeten kunnen denken en ons buiten onszelf kunnen plaatsen. We kunnen niet vredig niets doen, willen we vrede behalen. We kunnen niet vrij aan ons luie egoïsme verder gaan, willen we vrijheid bereiken. Deze wereld kan niet gelijk blijven, willen we gelijkheid bemachtigen. Dus sta op, maak je handen los en open nu je ogen, want wij allemaal hebben de toekomst in handen. Wij maken de toekomst, wij worden de toekomst en wij zijn de toekomst. Laten we van willen hebben maken.